Lausanne. 2 uur geleden hebben Thomas en zijn mannen alles afgestempeld bij de Zwitserse douane. En nu is het lossen en bouwen. Dat is een militaire operatie, want de show must go on. Vanavond, klokslag 8. We zijn lekker bezig trailertjes te lossen, dus mijn trailer met automation wordt nu gelost. Want die hebben ze nodig, want die moet de lucht in. En dat zit in deze trailer, dat zijn staalconstructies met daarin bewegende, zeg maar, glijbanen. Of een, hoe zeg je dat, een loopbaan. Dat is het mooie woord, een loopbaan. En dat heeft haast, want dat moet de lucht in. Want dan kunnen ze daarna, als dat eenmaal hangt, dan kunnen ze door met de rest op de vloer. Ook hier in Lausanne staat een ervaren ploeg van lokale bouwers klaar om die 21 trucks zo snel mogelijk te lossen. Thomas coördineert het proces en checkt alles, zodat de logistieke volgorde intact blijft. Ik sta voor mezelf een planningje te maken wie welke trailer naar binnen gaat rijden. Ik heb shunters. En dus ik voor mezelf even wie gaat welke trailer en haalt hem op van die remote parking om hier te brengen dat ze gelost kunnen worden. Dat is even puzzelen, maar dat is leuk. En dan straight backwards! Hier 18 mei worden 2 trailers geparkeerd. Er wordt 1 tegelijk gelost. Ik moet ervoor zorgen als die ene leeg is en weggaat, dat er gelijk een andere komt te staan. Dat het losproces blijft stromen. Als ik te laat ben, dan komen ze bij mij van... Het gaat mis. Ik moet zeker de slijt tevreden houden, ja. All the way downstage right, please. All the way down. Okay. Voor Thomas en production manager Chris Kauri is het altijd weer spannend om te zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. De ene keer zit het mee, maar nu... I think it's going. Good locals? I think the locals are all right. All right. I miss Miguel and Chima. Yeah? Yeah. Okay. Spain has always been like the tomorrow mentality, but it's mañana. Post-pandemic, it's different. Okay. Here it's back to the hard life. Sometimes. Yeah. The hard life. These guys are not bad. De Zwitserse hulptroepen moeten naadloos aansluiten bij een geoliede organisatie. En in een paar uur tijd moet dit ijspaleis omgetoverd worden in een circuspiste. Thomas toert nu al 4 jaar met dit gezelschap en hij houdt van zijn werk. Maar om het te kunnen volhouden, heeft hij afwisseling nodig. Guns N' Roses in het verleden gereden, AC/DC in het verleden gereden. Afgelopen jaar heb ik Ramstein gereden. Aankomend jaar gaan we weer voor Ramstein op stap. Praat je in totaal over 89 trailers die op stap is voor 1 band. Mwah. Mooi werk. De grote genamen, daar gaan wij in mee. Nou, dat is gewoon mooi. Weet je, als je dat op een verjaardag komt... En iemand vraagt, joh, wat heb je afgelopen week gedaan? En ik kan even vrolijk zeggen, joh, ik was bij het concertje van 50 Cent. En dan staan ze, waar? Ik zeg, in Parijs. Mensen zijn verbaasd. Die zeggen, wat? Ja, sorry, dat is mijn werk. Voor dit werk heb je een probleemoplossend vermogen nodig. Ook een geoliede machine valt wel eens stil. Zoals nu, er mist een truck. Ja, stom. Hij stond al klaar voor mij. Hij had een bericht gestuurd, ik heb hem aangekoppeld. Moet er komen. Alleen daar heb ik niet op gereageerd. Dus dat is een foutje van mij. Chips, om het maar even netjes te zeggen. Een foutje dat vertraging oplevert, maar voorlopig heeft Thomas iets anders aan zijn hoofd. Het is altijd leuk. Leveranciers die binnenkomen zetten, die gaan in de weg staan. Heerlijk. Chef, drive over there, go out of the way. Come on, go. Hoe hoger het stressniveau, des te sneller Thomas problemen tackelt. Dat is het mooie van adrenaline. Dit is diegene die ik een beetje te laat op heb geroepen. Wheel straight. Straight backwards. Oké, cool. Mighty Truckers bij Discovery.